Ik heb gehoord dat u vandaag goed nieuws heeft gekregen. Ja, dat klopt. We hebben vandaag te horen gekregen dat we 3 miljoen krijgen van het Rijk uit de woningbouwimpuls voor het project Centrum Kwadraat, het gebied waar we hier nu middenin staan. Oké, en waarom is die subsidie voor Centrum Kwadraat dan zo belangrijk? Nou, die is nodig omdat we hier heel graag woningen willen bouwen, betaalbare woningen. En dat geld hebben we nodig om dat uiteindelijk ook mogelijk te maken, te investeren in het openbaar gebied, in bijvoorbeeld het Stationsplein en de Molenstraat. En er daarmee een fijne woonomgeving en werkomgeving van te kunnen maken. Oké, en waarom heeft Enschede Centrum Kwadraat nodig? Nou, Centrum Kwadraat is echt de verbindende schakel tussen bijvoorbeeld Technology Base, het Kennispark en de Universiteit, maar ook de binnenstad. En het is eigenlijk een gebied waar nog heel veel ruimte ligt om te ontwikkelen. Braakliggende terreinen, lege panden. Dus daar moeten we echt wat aan doen om dat een bruisende en mooie plek te maken. En moet de gemeente nog meebetalen? Ja, dat moet ook, want we krijgen geld van het Rijk, maar ook van de provincie. We zullen daar ook zelf nog wat voor uit moeten trekken. En ik hoop dat we eind dit jaar bij de begroting, dat we die discussie met de gemeenteraad kunnen voeren en dat ons dat lukt.